We zitten waar we willen zijn. Ons spel is langzaam aan het groeien, aan het hecht aan het worden, aan het volwassen aan het worden. Fysiek gezien zijn we gewoon goed voor. We moeten nog een paar dagen de volgende week om even gas te geven. Maar meer voor het gevoel. Ook het gevoel in ieder geval. Ons voorbereiden richting de EK is heel positief. Heel goed zelfs. We begonnen met ruzie maken. En kijken naar als wij kunnen met conflict zoeken en een rol dingen vertellen vanaf de buitenkant naar wat ik dacht dat het was, wat het ging aan de binnenkant. Daarmee begonnen en die confrontatie is van beide kanten, zeg maar, we zijn beide kanten aangegaan. Dus we maakten een hele mooi proces richting India in december, vorig jaar december. En pas in Zuid-Afrika hebben wij elkaar gewoon gevonden en we zijn nu samen iets aan het bouwen richting Rio. En dat idee is nu alleen maar sterker geworden, omdat de jongens willen nu gewoon graag daaraan bijdragen. En het is hun team. Alleen maar goed. Ben je snel tevreden als coach? Nee, nooit. Omdat het is niet redden het vak. Op het moment dat je tevreden bent, vind ik in ieder geval, je belandt in een comfortzone dat eigenlijk nooit gezond is. Het is aan mij onder andere om te kunnen voorwaarden scheppen om mensen te kunnen uitdagen. Een staf te kunnen uitdagen en mezelf te kunnen uitdagen. En dat proces is dus dagelijks gaande. Dus ik ben niet zo snel tevreden, nee. Ik ben niet zoveel bezig met mezelf. Integendeel zelfs. Ik cijfer mezelf weg altijd achter de groep in de massa mensen. Alleen, ik ben zeer leergierig, nieuwsgierig en ik probeer te lezen en te leren van heel veel dingen, ook voor mijn spelers. Overal alle topics, zowel fysiologisch als mentaal, als fysiek, als hockeyinhoudelijk en als alles. En, ik probeer te kijken naar buiten, naar andere sporten, naar andere coaches toe, heel veel. En daar wat je leert, bij je mensen neerleggen, op hun voorwaarden, op hun manier. Dus ik ben nooit stil. Het traject naar Olympische Spelen beleven wij op een hele intense manier. We weten dat we niet de norm zijn in de wereld, maar we willen wel de norm worden en zijn. Dus we zitten te chasen naar in ieder geval die Aussies op zijn minst, op dit moment. Maar komende Rio zullen we wel de norm worden. En dan ben je tevreden? En dan ben ik blij.